druk daar. En dan hoop ik dat we even daar hem kunnen vinden. Want ga nu even voor de loot en niet voor de kills, oké? Ik heb hem gevonden in Pleasant Park. Nice, ja, daar waren we net geland. Dus, sorry. Wat is sensitivity? Ik heb een sensitivity aanstaan. Uitroepteken settings. En dan krijg je zo'n allemaal screenshots van mijn settings. Behalve mijn graphics, die zijn anders geworden. Alleen, ik heb mijn muis DPI, dus mijn muissnelheid, heb ik ook weer natuurlijk custom gemaakt. Dus het is niet een ja, ik heb het op een bepaalde sensitivity staan, maar dan ook weer niet, zeg maar. Snap je? Dus ja, het is een beetje ruk. Kom op, oké. Okay. Deze shotgun krijg je uit de chest. Dat dacht ik dus ook, dat je hem uit de chest kan krijgen. Dus dat probeer ik nu te doen. Alleen... Oké, okay, kom op. Het moet lukken. Crazy Grove. We gaan er meer heen. 1 guy, 2, 3, I guess. 3 gozers. We gaan dat grijshuis daar achterin pakken. En ik hoop dat we er een kunnen vinden, man. Come on, man. Come on, man. Wat is dit? Dat is een tactical. Daar gaat hij voor. Oh, ik kon hem ook easy afnakken en een kill pakken. I know. Helaas, een pump. Dat is niet die ik wil. Nog een pump. Oké, ik voel dat dit een wordt. We hebben al 2 pumps achter elkaar gevonden. Oh, Windows. Oh, ja, dank u. Sorry. Druk er mijn Windows in. Verdomd, kom op, jongen. Uit de kissie kan je hem dus krijgen. Dat moet toch wel? Ik hoor geen kist. Ik hoor legit geen kist. Oh. Ik kan... Oh my god, ik ben zo aan het klunsen. Oké, wel een kist. Oké, chill. Kom op. We hebben heel veel shotguns in het huisje gevonden. Dit moet de wagen zijn. Kom op. Bam! Het houdt niet op. Niet vanzelf. Is dat ding zo moeilijk te vinden dan? Oké, we hebben pas 1 kist geopend, dit potje. I know. Oh, wat wel. Fuck. Waarom zo weinig... Oh. Ik had een magnum natuurlijk. Oké, we hebben 6 trappen. Dat wordt er 1, 2, 3, 4, 5. Die is gedood. Daar komen wij nog even mee bemoeien. Hoppa, die is ook gedood. Dan rollen we die even om. Voor niets. Ik zeg voor niets, dank je. Oké, okay, chill. He didn't survive. Weer geen shotgun, man. Ah, ik zit ook net niet safe. Verdomd. Ik ga de Burger King nog looten, man. Ik hoop niet dat daar iemand was geland. Want... ik wil hem gewoon vinden, you know. En ik doe het eigenlijk meer voor jullie. Want ik wil hem natuurlijk gewoon showen aan jullie. Je kunt natuurlijk ook gewoon een andere video of andere livestream opzetten. Met een kerel die hem wel alvast heeft. Maar kijk, ik wil het ook gewoon feeling hebben, weet je wel. Oké, kom op. Het zit niet meer. Verdomme, man. Het is echt moeilijk. Je hebt hem gemist. Ik heb hem niet gemist, jongens. Anders was ik wel heel erg... Dan had ik hem echt voor mijn kop geslagen. Nee, nee, nee. Dat ding is... Oh, ja, die pak ik zo wel op. Dat ding is... valt zo... Oh, shit. Nou, ik zet gewoon een trap neer. Oké, okay, veel shotgun ammo, man. Kom op, dit moet een teken zijn. Ik ga even de kistjes langs. Hier zit er nog één achter waarschijnlijk. Open, dank u. Kom op en bam! En er zit geen kist. Oké. Okay. Ik vind het kut, man, want ik wil gewoon echt graag vinden, maar ik kan hem niet vinden. De missie is moeilijk. Er was 1 Bri Bomber. In heel de Fortnite map. Ja, dat weet ik niet. Misschien zit er wel iemand anders ook nog met Bri Bomber. Die een shotgun probeert te zoeken. Oh my god, ik zit gewoon echt te twijfelen. Ja, ik weet het niet. We moeten gewoon geluk hebben, dat is het. Zo dus net kwamen we ook een kerel tegen. Dat moeten we denk ik weer krijgen. Alleen dan iemand die gewoon niet zo goed is. Hoop ik. En dan dat we hem mee kunnen nemen. Ik heb hem al 2 keer gehad. Jongen, waarom heb je zo nice? En ik en niet. En minder fijn. Oké, dat huis is nog niet geloot. Die kunnen we nog even mee. Is die... Nee, oké, dan gaan we daar even heen. Hier kan... Oh, daarboven. Oké, nice. Hier zit misschien een kist in. Daarboven ook nog. Dus dan is weer een kans natuurlijk van 2 dat we hem kunnen proberen te krijgen. Of dan moet hij even hier een kerel in zijn gaan bonjouren en die nu hier zit. Nee, dat zal waarschijnlijk wel niet. Kom op, man. Ik hoor een chest, dat is nice. Laat hier hem in zitten, alsjeblieft. Kom op. Doe het voor de kijkers. Boom! Ik had zo...
Jij minigun, verrekte vis. Weet je hoeveel hoop ik daar had toen daar een legendary item uitkwam? Dat wapen is al een beetje lang geleden nieuw geworden, jongens. Dus dat, die hoef ik niet meer. Verdomd! Dat was echt een psych. Ik al, ninja is gedood. Ja, Milo vind ik ook. Ik ook, man. Ik heb ook wel eens ninja gekild. Oh, dat is niet aardig. Waar zit jij? Ik ga hem toch niet zeggen dat jij dat bosje bent, hè? Oké, dat is mooi. Dan zijn we daar over eens. Waar zit je dan? We gaan naar de chest. Fuck it. Als hij me maar niet raakt, want dan word ik boos. Shotgun. Ah, het zit echt niet mee, man. Waar zit deze kerel? Wat heeft het voor nut, gozer, als jij op mij schiet en gewoon niet meer komt? Het heeft niet zoveel nut, vriend. Als ik door ga rennen, komt die kerel sowieso in mijn rug. Ik ga een beetje tijd rijden hier. Een beetje, hoppa, een beetje, hey, schiet mij. Dit is ook weer zo nutteloos, hè, deze kerel. Zul je net zien, gaat hij hem ook nog killen ook. Waar in de fuck zit jij? In het huis misschien? Daar links helemaal. Het kwam een beetje van daar, dacht ik. Nou, het zal wel. Weet je, Gerard, auf Wiedersehen. Oh, daar is een pindavis. 1 hit. Dank je, kom op. Ah, jammer. Ja, dit wordt weer zo kut, hè. Dat die kerel nog steeds in mijn nek zit. En elke fight ga ik daaraan denken. En dan ga ik weer in mijn nek worden gebonjourd, jongen. Hoch. Nou, fuck it. We moeten mij even achter ons laten. Ik zie in Tilde wat mensen springen. Oh my god. Dus dan moet ik daar... Weer die... Huh? Hè? Oké, hij doet heel voorzichtig. Ik ga nou niet zeggen dat hij omhoog aan het gaan is. Dat ga ik wel doen namelijk. Wat is deze stakker aan het doen, man? Wat en waar ben jij? Ik zeg het je, met deze kerel gaan mij killen. Psych! Of niet? Hij was nog best wel... ik had hem wat verkeerd ingeschat, zeg maar. Ik dacht dat hij niet zoveel kon. Game, dit was... Oké. Bij mij waren al die schoten op zijn lichaam gemikt, hoor. Nou, zullen we dan even zo doen? En dan wop, en dan wow, en dan woe. En dan kan ik niet bouwen. What the fuck? Hey, dat was ook niet. En die tweede nade was dus even triest als ik weet niet wat. Oh, die zit er hier al, joh. Hey, Kees, hoe is het? What I need, hey, hey. I need the dollar is what I need, hey, hey. Jongens, thanks voor de donatie, ouwe. Erik, jongen, met de 1 euro en hij zegt, yeah, let's go, fuck. Hey, Erik, jongen, bedankt voor dat heeft niemand gehoord. Bedankt voor de euro, jongens. Super bedankt, Erik. Thank you very much, bro. Thank you very much, jongens. We moeten weer een pok, kut. Oh, daar heb ik niet rekening mee gehouden. We moeten even een bonjourgang naar... Oh shit, ouwe, dat is ver. Ja, ik heb ook geen tijd om launchpads te gaan checken. Woehoe! Hij heeft een sniper, dus snipe niet, snipe niet, snipe niet, snipe niet. Snipe niet, snipe niet, snipe niet. Waar... Gozer, het is echt totaal niet slim om daar te... Shit. Springen, Dylan. Blijven springen. Hop. Buk. Hoppa. Hey. Hij zit helemaal daarboven. En het gaat hem in. Oké. Succes. Hop. Ik ben aan het rennen naar de safe zone. Safe zone. Even kijken of hier een kist zit. Jongen, ik weet het niet, man. Ik kan dat ding gewoon niet vinden. Het is echt moeilijk. We hebben hem tegengekomen. Dat wel. Kissie.
Alleen het is... Ja, het is een legendary van Epic Item. Dus het is sowieso moeilijk om te vinden. Maar ja, als je ergens op zoek naar bent... Dan is het zo extra moeilijk gewoon. Zo'n ding te vinden. Nou ja, we zien het wel. Misschien komen we wel tegen, hè? You never know, you never know. Je zit bij Ninja. Ja, dat vind ik ook, man. Ninja dacht even van... Laten we gewoon eens een keer helemaal anders doen. We bonjouren op de Europese service, bruh. Ja, ik laat alle fights even gaan, hoor, daar. Ik ga er niet naartoe. Ik ga gewoon lekker naar de C-zone. Daar zit het wel bijna. En dan maar hopen dat we daar ergens zo'n shotgun gaan vinden. Ja, dan, 2 kijkers, lekker man. Ja, echt hoor. Ik kijk er niet eens meer raar van op, hè. Moet je nagaan. We hebben dat gewoon de hele tijd, jongens. Echt super sick, man. Dope. Echt sick. Echt ziek. Thanks al. Oh, jongens. 29.500 subs alweer. We gaan zo snel naar die 30k, man. Wat de hel, ouwe. Holy shit. Damn. Echt ziek. Heel erg dope. Echt op. De kans dat daar iemand zit, is groot. De kans dat iemand daar een shotgun uitpakt, is er denk ik ook, als je dat ding uit airdrops kan krijgen. Dus, pling pling, wij gaan erheen. Ik weet niet waarom ik dat zo dom iets zei, maar... Dat bedoel ik. Ah, kut. Nope, ook niet, man. Ik laat de shields achter, jongens. Ik heb al een, hoe heet zo'n ding? Een, chalk. Die was wel mooi geweest. Niemand heeft... Ik weet niet eens wat de... Oh ja, heavy shotgun. Lol, ik weet het wel. Oh, dat is een boom. Hop. Ja, ik... Oh. Het is zo moeilijk, man. Ik zweer het. Is... Oh, shit. Daarom gebruik ik een burst. Zag je hoeveel damage dat deed? Hoeveel shield er bij hem afging? Oh shit. Dat was niet de bedoeling. Hop. Ik la... Ja, I guess. Oh my god. Laat mij dit even uitleggen, jongens. Ik dacht nog dat ik Pump Tactical speelde. Maar het was die hunting rifle die ik vast had daar op die plek. En ik no-scoot die kerel vol. Omdat ik dacht dat ik een shotgun vast had. I know, jongens. Ik heb gezegd dat ik die Scar achterlaat voor, een, voor deze burst. Omdat ik die burst chiller vind. Om even gewoon te gebruiken, weet je. Anders gebruik je altijd die Scar weer.
Ik zeg je eerlijk, jongens, die burst is chill. Vooral de blauwe. Als het geen blauwe was, had ik hem echt wel opgepakt, die Scar. Ja, ik durf... Oh, shit. Ik durf nog niet te schieten, hè? Oh, kut. Word ik nou één kill, joh? Oh, daar, joh. Oh, daar. Niet te hoog gaan, Dylan. Dat gaan mijn rockets niet redden, of wel? Oh. Ja, flikker op als jullie gaan teamen op mij, jongen. Wat ben jij aan het doen? Gaat hij raak? Oh, shit. Ik dacht dat hij raak was. Hij gaat toch... Hij heeft een nieuwe. Hij heeft hem. Waar is dat ding? Wow. Oh shit, oh my god. Legendary Scar. Nee! 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 Dat ding moet reloaden. Waar zit hij? Oh shit. We hebben hem! Oh my god. Oh my god. Ah, oh, kut, ik wou hem weak schieten. Oh, shh! Hou hem laag, Dylan. Hou hem laag. Oh, shit. Oh, sorry. Oh my god, ouwe. Ik heb je ook aan mijn vinger. Oké. Kut, spring. Oh, ja. Laat deze guy even gewoon niet kunnen spelen. Gewoon heel noob zijn dat ik hem even kan shotgunnen. Ik zweer als we hier alsnog weer zo'n Canis legendary shit uitkregen, dan ben ik gek. Ik moet niet te hoog gaan. Oh, mijn muis valt gewoon van mijn bureau af zo. Vers ik met mijn muis. Oké, okay, even zien. Daar is die. Oké. Okay. Go. Niet schieten. Hop, springen. Hop, plaatsen. Hij zit daar, jongens. Oh, wat? Oké, kan ik hem even doorheen zien. Ik moet even een paar hits hebben. Oké, chill. Nou jongens. Ik ben Dylan. Welkom op het kanaal Games for Real. Ik wil jullie allemaal welkom heten bij deze gloednieuwe livestream. Super dat jullie allemaal kijken. En super sick voor alle support, jongens. Echt waar. Echt dope. Oh. Wou ik het cool doen en dan verkloot deze kerel het weer. Ik weet dat je daar een trap hebt zitten, man. De vraag is, heeft hij heals gebruikt?
dus ik durf er nu niet te hitten, man. Kerel, laat mij gewoon jou killen, dan is het voorbij. Ik weet dat je daar zit, gast. De Sees, kom naar... Ik zit chill hier, hè? Kom er maar uit. Goed zo. Drieduizend kijkers, holy shit. Als hij nu die dood gaat, het spijt me, jongens. Ik moet dit ding even kapot krijgen. Ik durf niet. I love you all, mensen. Tot ziens.